Vorige week zorgde een voor opschudding in heel Nederland met het bericht dat de vriendin van Peter Giles mogelijk 28 weken zwanger zou zijn. Het gerucht verspreidde zich als een lopend vuurtje en bereikte zelfs de hoofdrolspelers. In de teaser van de volgende aflevering van Massa is Kassa werd Wendy van Hout met een netbuik getoond, wat leidde tot speculaties over haar eigen zwangerschap. Wendy, bekend van haar kledinglijn, wilde met een netbuik aantonen dat haar kleding ook geschikt is voor zwangere vrouwen. Echter het gerucht dat zij zelf zwanger was, werd snel verspreid. Peter en Wendy reageerden voor de camera van Show News, waarbij Peter opmerkelijke uitspraken deed over het oefenen voor een mogelijk kindje. Recente foto's op Wendy's social media hebben opnieuw de geruchtenmolen doen draaien, waarbij volgers menen een groeiende buik te zien. Met drie kinderen van Peter en vijf van Wendy samen, speculeren volgers over de mogelijkheid van een gezamenlijk kindje. De vraag blijft: is Wendy echt zwanger?